Je pakt je mobiel, logt in op Twitter, typt je bericht en even later verschijnt het op het scherm in de kroeg. Het digitale scherm, ook wel social wall genoemd, is een Gronings idee. En hier is volgens de makers behoefte aan. Ten eerste heeft de mens natuurlijk één behoefte en dat is eigenlijk altijd om op te vallen. En het voordeel boven sms is dat je dus met je naam en je foto erop komt. Dus je valt op voor de rest in de kroeg. En daarnaast laat je tegelijkertijd dus je volgers weten op het sociale netwerk dat je daar bent. In die kroeg of in die club. De berichten die op het scherm verschijnen zijn niet alleen in de kroeg te lezen. Ook thuis kan iedereen achter zijn computer lezen wat er wordt gezegd. Als tenminste 10 mensen jouw berichtje thuis lezen, verschijnt hij op het scherm in de kroeg. Gratis reclame dus. Een aantal kroegbezoekers staart steeds naar het scherm en heeft zijn mobiel in de hand. Een ander heeft het scherm niet eens gezien. De reacties zijn verdeeld. Ja, het is wel een innovatie natuurlijk. Het is iets nieuws. En dat in een kroeg gebeurt, dat is alleen maar leuk. Dan kunnen mensen ook wat kijken naar het scherm. In plaats van dansen of gek doen. Want er zijn genoeg die niet van dansen houden. Nou, die gaan gewoon even naar het scherm kijken. In de kroeg en om gezellig wat te drinken. Daar houden we daar niet mee bezig. De eerste week is de social wall veel gebruikt. Toch is het niet de bedoeling van de makers dat de kroegtijgers alleen nog maar met het scherm bezig zijn. We proberen een beetje te promoten dat mensen 1 of 2 berichtjes op een avond sturen en gewoon daarna met elkaar gaan socializen eigenlijk. Dus dat is het enige wat we proberen te bevorderen. En daar maken we ook geen flashy schermen. En probeert het zo natuurlijk mogelijk in de kroeg te verwerken. De komende weken worden ook in andere Groningen cafés de social walls opgehangen.